Ja. Met applaus. Ben de Snijder en Erik Vloeimans. Dat was duidelijk een keuze van Jorieke. Ja, dat zijn mijn muzikale helden. En ik kon niet kiezen, dus ik heb een opname gezocht waar ze allebei in speelden. Maar dat is heel slim. Ja. We hebben het laatste stukje altijd over muzieksmaak. En we hebben heel, heel duidelijk gehoord dat zeg maar jij klassieke georiënteerde smaak hebt. Ja. Dus waar luister jij het meeste naar dan? Nou, het meeste... Oeh, dat is moeilijk te zeggen. Maar je zegt, klassiek georiënteerd is wel... dat is wel heel erg waar. Veel blaasmuziek. Dus inderdaad de fanfares, de brassbands. Toeteren noemen we dat. Het toeterwerk, precies. Ja. Mag ik gewoon zeggen hoor. Ja. Nieuwe muziek. En vaak ook muziek van projecten waar ik mee bezig ben. Dus bijvoorbeeld Vivaldi, wat wij net hoorden. Dat is dus van de zomer gespeeld. We hebben veel geluisterd. Ja. Nieuwe muziek. Nieuwe gecombineerde muziek. Ja, Radio 4, opera's ook wel veel. Podcast. Als met lange rit, ik heb bijvoorbeeld een tijd veel in Den Haag gewerkt, dan zet ik een podcast aan van een documentaire over componisten. Oh ja, dat is interessant. Ja, dan steek je nog wat op voor een lange rit, ja. En ook wel gewoon BNR of Radio 3 of Radio 1. Oh, oké. Okay. Dus, en jij, Marlies? Ja. Ik luister in de auto veel naar radio. Ja, gewoon 3FM of Q-Music. Of als er te veel tussendoor wordt gepraat, dan schakel ik over naar Sky Radio. Ja, je wil gewoon... Ik wil muziek gewoon horen. Muziek. Ja. Ja, en tegenwoordig zit ik natuurlijk naar Utrecht best wel een stukje in de auto. Mm-hmm. En stiekem luister ik dan natuurlijk ook even tussendoor wel naar de reclames. Omdat ik dat doe voor Plus Supermarkten waar ik nu zit. Dus dan moet ik even luisteren of onze reclame wel voorbij komt en hoe die klinkt. Dus daarom luister ik ook wel naar de radio. Ja, want je weet de uitzendschema's natuurlijk. Dus die weet ik wel, maar niet zo ingeprogrammeerd. Nee. Dus ik ben altijd blij als ik hem hoor op de radio en denk, even luisteren. Ja. Dus verder, er zit wel een cd in mijn in de auto. Maar ik denk dat dat Bon Jovi is met de Best of Hits. En die zit er echt al heel lang in. Die zit er al zeker 2 jaar in. Wat was je eerste plaat die je kocht, weet je dat? Ja, ik denk iets van de Backstreet Boys of The Cast. Zo'n fout singeltje. Maar dat is echt al heel lang geleden. Fout singeltje van The Cast? Oh ja, The Cast. Als ik dat nu hoor, vind ik dat heel fout. Ja. Oh, sorry, maar ik zal verder niet oordelen. Jorieke, en jij Jorieke, weet je dat? Ik heb echt geen idee. Weet ik echt niet meer. Maar ben je van jongs af opgegroeid in de klassieke muziek? Nee, dat is die liefde is echt gegroeid toen ik vooral toen ik in Lunteren kwam te spelen en voor de orkesten ging werken, gewoon voor werk zeg maar. Toen is dat heel erg ontwikkeld. Ja, via de fanfare is dat natuurlijk wat logischer dat je dan. Ja, en ik heb veel voor het residentieorkest gewerkt. Ja, en dan zat je gewoon elke dag hoor je gewoon dat orkest repeteren. Ja. Dus dan word je toch wel geprikkeld. En kijk, ik weet natuurlijk wel, je leert ook luisteren. En ik had al een muzikale achtergrond natuurlijk. Dat helpt ook. Daarvoor luister ik ook veel jazz. Nog steeds wel. Wat mijn eerste plaat is, weet ik echt niet. Nee. Oké. Nou, we horen de eindtune alweer ingezet. Ik hoor het. Ja. Gaat snel, dat gaat heel snel. Ja, dus dat betekent dat het alweer afgelopen is. Ja. Wat jammer. Jammer. Ja, ik vind het heel gezellig. Ja, wij ook. Wij gaan elkaar nog wel een aantal keren zien het komend jaar, dus dat komt wel goed. Alleen, ik wil jullie heel erg danken voor jullie komst hier. Kaluna, de 59ste koningin en prinses Erika, de 40ste. Hartelijk dank. En de prinsessenschool heeft fantastische dames afgeleverd. Dus prima. Dank je wel. Dank u wel. Graag gedaan. En ik wil ook even de techniek René hartelijk bedanken dat hij het fantastisch voor elkaar heeft. En Ingrid die de redactiewerk weer uitstekend heeft geregeld. Volgende week is onze gast Reggie Broekhuizen. En daar gaan we het hebben over Samen voor Veenendaal. Wat zeg maar één grote goede doelen dag wordt in het nieuwe Van de Valk Hotel. En ik hoop u volgende week weer aan de radio te luisteren, te treffen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.